In het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta heeft minister Luns tijdens zijn vijfdaagse bezoek aan Indonesië besprekingen gevoerd met zijn ambtgenoot Adam Malik, onder andere over uitbreiding van de economische en culturele betrekkingen. De heer Luns begaf zich in de Indonesische hoofdstad ook naar het Merdeka-paleis voor een gesprek met president Suharto, die hij nog niet eerder had ontmoet. Bij dit gesprek was minister Malik aanwezig. De begroeting, die bijzonder hartelijk was, werd gevolgd door de uitwisseling van geschenken. Tijdens het onderhoud is over velerlei zaken van gedachten gewisseld. Een voornaam punt van de besprekingen was de kwestie van de volksraadpleging op West-Irian, waarbij minister Luns de toezegging kreeg dat er een volksstemming zal worden gehouden. Voor zijn vertrek ondertekende minister Luns nog een overeenkomst voor economische samenwerking die de basis legt voor nieuwe investeringen en uitbreiding van de bestaande.